De val van het kabinet kan de gemeenteraadsverkiezingen wel eens gaan overschaduwen. Want door deze crisis stemmen de mensen niet op basis van lokale thema's, maar op basis van de landelijke politiek. Dat vreest ook Tweede Kamerlid Ton Elias. Ik ben bang dat veel lokale thema's zullen worden overschaduwd. Ik ben bang dat het voor een groot deel over landelijke dingen zal gaan. Dat is eigenlijk niet goed. Tegelijkertijd ja, is eigenlijk de campagne voor de landelijke verkiezingen vandaag natuurlijk ook begonnen, hè, stiekem. Wat ik hoop is dat er meer aandacht voor de verkiezingen komt. En dat zou weer goed zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen. Want de opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen ligt altijd lager dan bij de landelijke verkiezingen. Maar dat kan door de val van het kabinet nu wel eens heel anders worden. Dat weet ik niet. Maar ik heb de indruk dat het wel eens zou kunnen leiden tot een hogere opkomst. Die opkomst is traditioneel laag. Die schommelt met name in de steden in Brabant zo'n beetje tussen de 50% en 55%. En ik schat in dat dat niet erg veel verandert. Kiezers zullen dat gekrakeel van de afgelopen weken misschien ook wel gebruiken om de stembus de rug toe te keren. Hier in Tilburg reageren mensen wisselend op de val van het kabinet. Nou, is misschien wel goed dat het helemaal over een andere boeg gegooid wordt. Het interesseert me eigenlijk weinig. Maar de wijze waarop dit gegaan is, dat vind ik dat is niet mooi. Nu komen de gemeenteraadsverkiezingen eraan. Gaat u stemmen? Uiteraard, ja. Ja, want anders mag ik ook niet straks zeggen dat ze het slecht doen. Daar heb ik helemaal mee gehad. Dan gaan we al van tevoren, het kabinet viel, hebben we al besloten dat we deze keer niet gingen. We hebben het altijd gedaan. Ja, het is gewoon een puinhoop. En ze doen toch wat ze willen. Heeft wat er nu gebeurd is nog invloed op die stem? Nee, ik was toch niet van plan om op de Partij van de Arbeid te stemmen en ook niet op de CDA. Nee. Voor ons is het duidelijk.